Er komen vanaf zaterdag 5 juni meer versoepelingen. Dan kunnen onder andere musea en theaters weer open. Dat heeft het demissionair kabinet vandaag bekendgemaakt. Ook de horeca mag dan weer 30 mensen op reservering binnen ontvangen. En daar zijn ze bij Café Bramble aan de Noorderstationstraat erg blij mee. Ja, zin in. Gewoon spannend ook wel een beetje. Maar vooral heel veel zin in. Ja, lijkt me enig om weer eens gewoon mensen in je eigen café weer te mogen ontvangen. Het is natuurlijk nu al heel erg leuk dat er een aantal mensen met mooi weer op het terras alweer zitten. Dat is genieten. Maar het feit dat je nu ook weer wat mag, als het wat minder mooi weer is zoals vandaag, dan is het natuurlijk fantastisch dat mensen weer naar binnen mogen. Ja. Ik had het eerlijk gezegd nog niet verwacht. Ik had gedacht dat het voorlopig vooral buiten zou blijven. En dat we dan misschien met de tijden wat zouden gaan uitrekken. Bijvoorbeeld naar 10 uur. Dat was wat ik had verwacht eigenlijk. Dus het kwam voor mij ook een beetje dat ik dacht, oké. Opeens mag het weer, ja. Maar wel heel erg leuk. En wij weten ook nog niet, hè, tot hoe laat we dat dan mag. Ik begrijp nog steeds dat er ook nog een tijdslot op alcohol zit tot 8 uur. Dus ik ben ook heel benieuwd wat ons demissionair kabinet daarin gaat beslissen. Ze denkt dat door het slechte weer van de afgelopen tijd extra veel mensen binnen willen zitten. Weer het spelletje te gaan doen en een lekker cocktailtje te drinken, ja, dat verwacht ik wel. En ik denk ook wel dat er nog steeds een aantal mensen, dat hebben we vorig jaar ook al gemerkt, dat mensen het ook wel weer spannend vonden om naar binnen te gaan. En dat begrijp ik ook heel goed. Dus het mooiste is dat je beide opties kunt aanbieden. Ze hebben er veel zin in om weer klanten binnen te ontvangen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd of het werkelijk wordt besloten en tot hoe laat we dan mogen. Nou ja, maar ik denk dat het voor heel veel mensen ongelooflijk fijn zal zijn. Ja.